limonade smaakt beter zonder zwembadwater. Ja, maar zag je mijn duik? Ja, Polly. Wat vond je het beste stuk? Ik vond het vooral leuk toen je onder water was. Het stuk waarin ik ronddraaide en met een plons in het water kwam was echt te gaaf, hè? Polly heeft zoveel energie dat ze alsmaar door blijft gaan. Niets blijft voor eeuwig doorgaan. Ik heb het! We laten haar stoppen door haar door te laten gaan. Dat is een goed plan. We zorgen dat ze moe wordt door haar heel snel achter elkaar heel vaak te laten duiken. Hey Polly, we willen die fantastische dijk eigenlijk nog wel een keer zien. Maar dan heel snel. Leuk! Ik heb echt de pet. Goed opletten. Van onderen! Ja! Yeah! En? Sorry, gemist. Jullie hebben het echt niet gezien? Nee, doe hem nog maar een keer. Fritters, Petter, Tastie! Nog een keer. Of zoiets. Ik ga even liggen hier. Eindelijk rust en stilte. Oh, ik ben weer lekker uitgerust. Dat stukje deed me goed. Oké, en nu wel allemaal even opletten deze keer. Onderschat nooit het enthousiasme van Polly. Goed, en wie wil er nu? Laila? Wat, ik? Ik ben al geweest. Twee keer achter elkaar. Jij bent helemaal niet geweest. Maar het licht is te fel. Laila, wat ben je moeilijk. Ik ben helemaal niet moeilijk. Nou, in dat geval, hier is je veiligheidsharnas. Maar ik heb net gegeten. Wow. Het avontuur van vandaag is zorgen dat Laila geen smoesjes verzint en lol heeft. Dat gaat niet gebeuren, Polly. Ik ben heel allergisch voor hoogte. Daar trap ik dus mooi niet in. Nee. En op welke hoogte zit ik nu? 15 centimeter hoger dan de laatste keer dat je het vroeg. Eén verkeerde beweging en ik stort met een noodgang richting de grond. Oh, er zit iets op mijn gezicht. Dat is een druppel zweet. Maar van zweet loopt mijn lipgloss uit. Ik heb afkoeling nodig. Verder nog iets nodig, mevrouw? Nou, ik heb wel een beetje dorst, ja. Komt goed. Meer ijs. Ik kan nog wel wat lippenstift gebruiken. Ik heb deze kleren nu al een tijdje aan. Kan iemand misschien iets nieuws voor me kopen? Oh, ik ben kapot. Ja, maar mijn leven staat hier op het spel. En ik heb nog een portie patatjes nodig om deze opdracht te volbrengen. Oké, ik tel tot drie en dan kietelen maar. Dit is voor je eigen bestwil. Fijne, fijne grond. Ik kan je wel zoenen. Als je maar niet vraagt of ik het voor je wil doen. Wacht, heb ik jullie eigenlijk wel eens verteld dat ik heel erg allergisch ben? Het avontuur van vandaag is een rondje om de wereld reizen in 80 minuten. Autopiloot, doe je ding. Ik denk dat we beter uit kunnen stappen voordat het te laat is. Oh, het is nu al te laat hoor, want dit is de startstreep. Oh! Super! Kirstie, start de klok. Oh. Hou je vast allemaal. Oh, starten we. Neer? Nee. De autopiloot denkt dat er een storm is, dus hij probeert de bliksem te ontwijken. Polly, op deze manier ga je niet in 80 minuten rond de wereld. We moeten dat ding weer op de automatische piloot zetten. Ik denk dat ik hem zo wel kan raken. Mooi allemaal een schoen. Klaar? Kom op. Wat? Oh, oké. Okay. Ik kan deze vertraging nog goed maken en in 80 minuten rond de wereld gaan. Brandstof bijna op. Maak uw gordel vast voor de landing. De Noordpool? Ja, heel cool en alles hoor, maar ik wilde... Het was bijna gelukt, maar door die knop en die val en... Polly, stop! Jij bent net rond de Noordpool gegaan. En technisch gezien ben je nu eigenlijk ook rond de hele wereld geweest. In 80 seconden! Het avontuur van vandaag is een wedstrijd rond de wereld! Oké, dat stond er gisteren dus nog niet. Welkom in Polly's speelhuis. Er is plek voor iedereen. Woehoe! En jullie kunnen me nog net helpen met de inrichting van het huis. Avontuur van vandaag, bouw je eigen pret. Het is hier groot genoeg voor een basketbalveld. Dat dacht ik dus niet. We maken één grote disco. Disco dansen doe je maar lekker in je eigen tijd. Dit wordt duidelijk een atelier voor een kunstenaar. Kijk wel uit voor mijn experimenten. Hou die nageltploffingen uit de buurt van mijn eettafel. We maken een opvangcentrum voor allemaal zieke dieren. Ja.
voor iedereen. Nee! Hoe zouden we de ruimte voor bouw je eigen pret nog wat kunnen vergroten? Ik heb een gek idee dat misschien wel werkt. Ik ga even snel wat spullen halen. Is dat je oplossing? Yep, nu is er echt genoeg plek voor iedereen. Erg lekker. En ondersteboven basketballen is super makkelijk. Ik denk dat ik toch nog maar een kamer bouw. Avontuur van vandaag. Lila en Chrissy worden vanmiddag allebei geïnterviewd door Kayomi Chic, de meest wereldberoemde modejournalist van de hele wereld. Ik ga wel. Verrassing. Kayomi Chic? Juist. Chrissy, Lila, er is bezoek. Geen tijd. We moeten ons klaarmaken voor... Kayomi? Wat ben je vroeg? Oh, jullie zijn toch wel klaar om de nieuwe modelijn te laten zien, hoop ik. Ja, we gaan ons snel omkleden. Hoe gaat het hier? Ik zei tegen Lila dat ze moest zorgen dat de jurken op tijd hier waren. Ja, maar toen zei ik dat ze dat zelf moest doen. En ik vermoed dat uiteindelijk niemand de kleren heeft gehaald, hè? Ja, inderdaad! Oh, kom op. Hoe moeilijk kan het nou zijn? Oké, ik weet wat. De Gouden Modewet. Draag alles vol zelfvertrouwen. Dit is jullie nieuwe look. Nee, echt niet. Daar beginnen we niet aan. Ik regel wel hulp. Oh. Een tutu met een staart. Is er hier soms een nieuwe dierentrend ontstaan die ik nog niet eerder ben tegengekomen? Ja, dit is, nieuw? Miauw? Nou, dit is eerlijk gezegd niet wat ik... We waren hier toevallig in de buurt toen we ineens hoorden dat jullie de ontwerpers zijn van deze nieuwe, miauwtastische trend. Deze nieuwe lijn is geweldig. Ik ben al veel mode tegengekomen. Maar zoiets als dit heb ik echt nog nooit gezien. Zo vernieuwend. Dit wordt een prachtig interview. Oké, dit is echt gaaf. Wauw, ik dacht dat Polly gewoon wilde picknicken. Wat gaan we eten? Hotdogs, maiskolven en roomijs. Oh, maar zo bijzonder klinkt dat nou ook weer niet, Polly. Vooruit, proef maar. Echt fantastisch. Lekker. Maar wat is je geheim? Ik heb ze zelf boven een vulkaan gebakken. Ja, kijk eens naar jullie Polly-verhaal. Echt, geloof me nou, die smaak komt van de lavaas net voordat het vulkaan uitbarst. Je hebt alleen een vuurbestendige paraglider nodig, een heel speciale vork en het goede moment. En tada, zo krijg je 's werelds lekkerste hotdog. Alsjeblieft. En ik geloof er ook niets van, maar ik wil eerst de maiskolf. De mais uit de wolken? Die groeit alleen op de toppen van de hoogste bergen. De zaadjes worden geplant door arenden en ze krijgen het water uit de mist. Polly Pocket, er groeit helemaal geen mais. Nee, dit is echt waar hoor. Nou, dat is wel een heel erg sterk verhaal, Polly. Maar het is waar. En luister eens waar dit ijs vandaan komt. Ik noem het mijn speciale gordelvastmix. Gemaakt in een vliegtuig met de deur open. Kom op zeg, echt niet. We willen de waarheid, niet weer een raar Polly verhaaltje. Heel leuk, bedankt Polly. Wel lekker. Oké. Ik heb het gewoon in de winkel gekocht. Dat geloof ik wel. En waar wil je de rest van de gordel vastmix? Tja, mijn vrienden eten het nooit op, dus ik moet zorgen dat het goed koud blijft. Hoe ver is het nog de Zuidpool? Daarna gaan de jellybeans naar dat grote vat roomijs en zo ontstaat... Polly's romige ijsverrassing! En het avontuur van vandaag is Lea gelukkig maken. Mijn ketting, hij is weg! Dan is het nu je kwijting dus. Plan gewijzigd. Oké, Lila, hoe ziet hij eruit? Hij is ovaal, ongeveer zo groot en felrood. Hier is de ketting, maar zonder robijn. Ziet hij er soms zo uit? Oh, je hebt hem gevonden. Nee, niet helemaal. Dit is gewoon een jellybean. Maar dan is mijn... We moeten de rode jellybeanmachine uitzetten. En nu kunnen we gaan zoeken. Maar hoe kunnen we hem herkennen? Nou, er is er eentje die niet zacht is. Oké, dus knijp hem maar. De robijn zit er echt niet tussen. Wat moeten we nou doen? Oh, die jellybean tegen. Als die in de ijsmixer terechtkomt, zullen we hem nooit meer vinden. Oh, een robijn. Ze gaat hem niet redden. Nee! Heppes! Wow! Een beetje hulp, alsjeblieft. En heb je hem? Bedoel je deze? Ja, dankjewel! Ik had hem speciaal bewaard. Verrukking. Ik was jullie vergeten te zeggen dat het een snoepketting is. En robijn is mijn favoriete smaak. En de kwijting is terecht. Wie wilde een ijsje? Tijd voor mijn schoonheidslaapje. Goed idee.
Waarom vind je dat zo'n goed idee? Omdat Polly een grap gaat uithalen als wij liggen te slapen. Waar heb jij het nou weer over? Nooit geprobeerd. Ik ben veel te moe voor deze onzin, dus ik ga slapen. Maar als ik jullie was, zou ik goed opletten, want Polly is echt niet de enige die grapjes uit kan halen in dit huis. Ik wil niet weten wat je met mijn haren gaat uitspoken als ik slaap. Lijkt me niet op huisgezicht. Ik kan langer wakker blijven dan jullie allemaal, hoor. Ik ga niet als eerste naar bed. Nou, maar ik wel. En ik zie jullie morgen. Ik ben echt zo moe. Maar als ik blijf eten, kan ik niet in slaap vallen. Ik ga wel dansen. Zo blijf ik wel fit. Ik heb deze film echt al 1000 keer gezien. Hij is zo ontspannen. De koude lucht hier houdt me wel wakker. Oké, maar dat werkt ook. Oh, deze deurpost is zo comfortabel. Ik laat mijn ogen heel even rusten. Ik kan niet meer. Oké, niemand gaat vannacht een grap uithalen. Goed. Goedemorgen, alle... Hoe kan dit nou gebeuren? Ik had genoeg geslapen om lekker vroeg op te kunnen staan voor dit. Polly only Polly transforms your day into a world.